Hugo de Groot is jarig. U mag hem feliciteren. Nou, maar Hugo bij deze. Gefeliciteerd. U weet over wie ik het heb? Ja, over meneer die daar staat. Hij staat op de grote markt van Delft en is nog steeds één van de allergrootste rechtsgeleerden. Hugo de Groot. Geboren op 10 april 1583. Maar wie kent hem nog? Als ik zeg Hugo de Groot, wat zegt u dan? Een beeldstaar. Heel goed. En wat heeft hij betekend voor Nederland? Ik zou het niet weten. Misschien was hij de burgemeester van Delft. Dat zou kunnen, toch? Ik geef een hint, een boekenkist. Ontsnapping. Nee, ik weet het echt niet. Voor de nieuwe kerk staat zijn standbeeld. Maar in de kerk ligt de geboren Delftenaar ook begraven. Nou, dit is het graf van Hugo de Groot. Hij ligt hier in dezelfde kerk als zijn grote politieke vijand Prins Maurits, die hier iets verderop ligt. Ik hoor het kraken. Hoort het kraken, ja. Nou, de naam klinkt bekend, maar ik kan het nog niet relateren. Nee. Oké. Okay. Als ik zeg boekenkist? Oh, kijk, dat is hem. Dat zei ik nog gisteravond tegen jou. Wat zei u? Er is iemand ontsnapt in die boekenkist. Hugo de Groot is met name bekend geworden vanwege zijn spectaculaire ontsnapping uit slot Loevestein, waar hij zich verborg in de kist, in de boekenkist. Die hij elke week kreeg om toch nog door te studeren. Ja, dat gaat wel iets dagen, zeg maar. Want, Voor de stadsgidsen van Delft is de Groot wel een goede bekende. Hij was een rechtsgeleerde, is geboren in Delft. En op een gegeven moment kreeg hij een ruzie met prins Maurits. Toen werd hij opgesloten in Loevestein en hij ontvluchtte in een boekenkist. Via Antwerpen naar Parijs werd hij met open armen ontvangen. Want hij werd wel het wonder van Europa genoemd, omdat hij zo geleerd was. Heeft u ook een bijzonder ontsnappingsverhaal? Laat het ons weten.